Een van de spelers die de afgelopen tijd veel indruk heeft gemaakt is Ricardo van Rijn. De verdediger heeft zich een waardig vervanger getoond van Gregory van der Wiel. Als beloning mocht de Leidenaar blijven staan toen Van der Wiel zijn rentree maakte tegen Heerenveen. En dat had de jonge verdediger niet verwacht. Ik had wel verwacht dat de Krek zou wisselen voor mij. En dat uiteindelijk dat Toby eruit wordt gehaald, dat is wel een mooi signaal voor mij, denk ik. Vertrouwen van de trainer die mij heeft gegeven. En dat voelde goed om weer eventjes in het centrum te staan. Toch iets anders dan rechtsback. Maar het was een goed teken van vertrouwen, denk ik, van de trainer. En daar ben ik heel erg blij om. Maar ondanks het vertrouwen van de boer moet Van Rijn tegen de Graafschap op de bank plaatsnemen. De trainer legt uit waarom hij voor Van der Wiel kiest. Krek heeft zich zo gemanifesteerd de laatste weken en heeft heel goed getraind. Ook de wedstrijd die je gespeeld hebt, bij Heracles goed ingevuld. En is daar fysiek goed uitgekomen. En ja, daarvoor was hij heel goed in vorm voor zijn blessure. Dus ik heb geen reden om hem dan helemaal de discussie te stellen. Dus ik vind dat hij. Ik vind als trainer-coach dat hij het verdient om te spelen op dit moment. Ja, dat is iets waar je rekening mee houdt. Dus dat komt toch verder ook niet echt als een grote verrassing, mocht dat zondag het geval zijn. En dat is weer voor mij een teken om gewoon weer door te gaan. En mocht ik weer nodig zijn, dan zal ik er weer staan. Je hebt het tot nu toe hartstikke goed gedaan. Dat moet Van der Wiel ook zijn opgevallen. Heb je het met hem dan nog over gehad? Heeft hij jou complimenten gegeven? Ja, hij heeft me zeker complimenten gegeven. Ook na de wedstrijd tegen PSV natuurlijk, die behoorlijk beladen was ook. En een wedstrijd die er ook echt om ging. Na de wedstrijd veel handjes en knuffels en veel complimenten richting mij. Dus daar is hij wel erg betrokken bij. En dat is wel ook fijn om te weten dat iemand zoals hij daar toch met een goed gevoel en een goede commentaar achter staat. Een paar maanden geleden voetbalde je nog bij Jong Ajax. Nu doe je het zo goed dat sommige mensen jou al een kans gunnen in het Nederlands elftal. Hoe is dat om dan opeens zo in die spotlight te staan? Ja, het is natuurlijk iets wat erbij hoort. Ik probeer wat je zegt het zo goed mogelijk te doen. En ja, als dat dan eenmaal zo is, dan weet je dat zulke verhalen kunnen komen. Maar ja, voor mij persoonlijk is dat hele oranje verhaal is heel erg onrealistisch eigenlijk. En ik moet eerst maar zorgen dat ik een paar seizoenen in Ajax 1 kan spelen. En dan zien we daarna wel wat er nog meer in de toekomst ligt voor mij.